De gouverneur van de Centrale Bank van Suriname, Glenn Gersie, verwacht dat voor dit jaar Suriname een jaarinflatie van minder dan 10% zal noteren. Dat meldt het Nationaal Informatieinstituut NII in een persbericht. Deze berekening maakt de gouverneur op basis van informatie van het Algemeen Bureau voor de Statistiek, het bankwezen en de overheid, als ook op basis van internationale ontwikkelingen. Er kan nu al een inschatting worden gemaakt over welke veranderingen zullen optreden in de liquiditeiten en welke vraag op basis daarvan kan worden uitgeoefend. Zo haalt de gouverneur als voorbeeld aan dat indien er levensmiddelen vanuit de Verenigde Staten zullen worden geïmporteerd, waar er daar al een prijsstijging plaatsvindt, de prijzen ook in Suriname zullen stijgen. Enkele lokale economen stellen de gouverneur niet in het gelijk. Zij stellen dat in dit stadium er nog geen voorspellingen kunnen worden gedaan over de jaarinflatie, omdat deze afhangt van diverse factoren. Een van de belangrijkste factoren voor Suriname is, volgens de economen, de invoering van de belasting toegevoegde waarde. De invoering van deze vorm van belasting wordt steeds uitgesteld.